Ik denk beetje dat raar dat jullie zeggen van het is heel veel, want dat is het gewoon niet. Nee, nee. Dat klopt echt niet hoor. Nee. Dan vind ik het best wel raar dat dit weer op mijn kaartje staat. Ja, sorry. Alsof je sensatie wil halen en niet gewoon over echte dingen wil hebben. Nee, sorry love. Dat ja, je moet niet sorry tegen mij zeggen, je moet sorry tegen hun gaan zeggen. Maar hoezo? Want we hebben van tevoren ook besproken, hè? Wat ik tegen jou ook zei. We hebben van tevoren juist gezegd dat we het niet te veel over geld willen hebben. Ja. Dus, en dan is het eerste onderwerp is geld. Yes. Tof dat jullie kijken naar Club Hut. We hebben vandaag een beetje een speciale aflevering, want we hebben te gast bondgenoten. En zij doen veel sociale experimenten en wij dachten, laten wij een sociaal experiment bij hun doen. Benjamin, een van de twee, die zit in het complot. Isa zit ook in het complot. We hebben ze net naar de verkeerde locatie gestuurd, dus ze worden nu opgehaald hier naartoe. En we gaan zo de show opnieuw beginnen. Oh. Hi. Hallo. Sorry. Hallo. Hoi. Ik ben Jaap. Isa. Hi. Hi. Hoi. Isa. Hi. Leuk dat jullie er zijn. Zeker. We moeten nog een klein stukje lopen. Een klein stukje? Ja. Wat is dat? Hoe lang is dat naar Nijmegen? Nee. We moeten daarheen, maar dat is... Waren wij stiekem verkeerd? Nou, ja, sorry. Hebben we jou moeten laten lopen? Nee, nou dat is niet erg, want ik ben stagiair, dus daar heb je stagiaires voor. Nee, ja. Nee. Een paarse is wel leuk. Het is wel gewoon een pittig team, ja, zeg maar. Ja. Maar goed, dat hoort er ook bij, want anders kan je je werk ook niet in goed doen. Is dat pittig? Als mensen bedoel je? Ja, gewoon, ze weten gewoon heel goed hoe het moet. Ik kan me best wel voorstellen dat als je in je hoofd hebt hoe het moet gaan, ja. dat je dan ook wil dat ze het zo doen. Ja. En ik ben natuurlijk nog een beetje aan het leren ook, ja. Dus... Ja. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe Club Hub. Vandaag is er weer een biechtalk. En willen jullie meer video's zien? Dat kan op onze Instagram, @clubhubtv. Vandaag hebben we twee gasten. Niet één, maar twee. En ze zijn van Bondgenoten. Bondgenoten. Met hun experimenten testen ze hoe sociaal de Nederlander wel niet is. Hun eerste video, waarin een moslima niet werd geholpen in een snackbar, ging direct viraal. Deze Street Lab wannabes hebben menigeen al voor de gek gehouden. Ze zijn nog niet zo groot als Stuk TV, maar natuurlijk van harte welkom bij Club Hub. Give it up voor Bondgenoten. Ja! Maar de allemaal mensen geklapt ook voor ons. We zijn wel wannabes, ja, hoor ik net. Ja, goed. Oh, ja. Dat komen we er wel. Maar op een? Wat zei jij? Op een? Ik zei niet op een. Zei jij op een? Nee, is wel op een dag. Nee. Maar we zijn wannabes. Ja, op een dag zijn we wel, zoals Stuk TV. Op een dag wel. Ja, daarom gaan we door. Ja, het is wel een beetje ook vergelijkbaar met Hufter Proof en zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou nice. Goed, ja, wij zijn natuurlijk op YouTube zijn wel de enige daarin. De enige? Ja. Ja? Nou, wel een beetje vergelijkbaar met die anderen, toch? Jawel. Ja, ze apels na, joh. Ze apels jullie na. Hé, maar even iets heel anders, hè? Want we staan hier bij Big Meer, maar voordat... ik even iets... Voordat... ik hierover ga beginnen, wil ik het even hebben over... hoeveel verdienen jullie nou eigenlijk met zo'n YouTube-kanaal? Hoeveel verdienen we? Nou, niet veel in ieder geval. Maar als ik één zo'n... Hoeveel kost het ons? Dat kun je beter vragen. Wij doen alles zelf. Ja? Dus als het gaat om ideeën maken en verzinnen... maar ook als het gaat om het camerawerk... en ook om de dagenlange montages van alles, het acteren... Ja. En het verspreiden op social media, dat doen we allemaal zelf. Ja. Dus ja, je hebt wel eens een keer dat je misschien 100 euro per maand aan verdient of zo. 100 euro dat per maand? PvP. En dat is alleen van YouTube. Verder krijgen we niks. 100 euro per maand? Dat is een goede maand. Maar nou, dat is deze maand niet in ieder geval. Maar. Nou, als je dus even naar de opnamelocatie heen en weer moet... en we doen het best wel in het hele land... dan ben je daar al vaak al 50 euro aan kwijt, even heen en weer. Snap je? Okay, maar ik ga drie keer per week ga ik naar Arnhem, omdat we daar aan het editen zijn. Kost dus ook weer tientallen euro's en eten, lunchen. Eigenlijk kost het ons veel meer. Als ons geluid kapot is, ben je weer 80 euro kwijt. Maar ik heb het idee dat jullie best wel veel views hebben. En... Ja, maar het is YouTube, dus we verdienen er helemaal geen ruk aan. Maar er zijn toch YouTube-statistieken waarin staat van... dat je best wel veel verdient aan zo'n YouTube-kanaal. Er zijn YouTubers die heel veel daaraan verdienen. Nou, wij niet. Nee, of we doen iets verkeerd. Maar ik denk dat we wel erg creatief zijn en misschien niet zo heel erg op geld zitten. Misschien moeten we dat eens wijzigen. Ja. Dan kunnen we ook gewoon eens een keer met een Rolls Royce hier naartoe in plaats van de trein. Ik heb niet helemaal... Ik heb niet het idee dat jullie daar helemaal 100% eerlijk over zijn of zo. Want ik heb wel het idee dat iedereen die YouTube doet en veel views... Oh nee, absoluut. Nee, ik kan er heel eerlijk over zijn. Toen wij de laatste viral die we hadden, was 500.000 views in de week. Ja. Hoeveel hebben we daar aan verdiend?
Nou, dat was dan wel een paar honderd. Maar dat was voor de rest dan twee, ja, zie je. Dat was dan 200. 100 per maand en nu is het al een paar honderd voor één filmpje. Dat is eenmalig. Dan okay. Dat is onze beste video. Nou, dat, zie je. En dat is 200 euro pp. Ja, okay. Dat is 400 in totaal. Nou, maar we verdienen echt vaak maar tientjes. Dus het is niet zo dat het veel is, nee. Oké. Okay. Ik zou er graag stoer over doen, hoor. Maar ik doe daar ook niet vals bescheiden over. Het is echt... Ik denk beetje dat raar dat jullie zeggen van het is heel veel. Want dat is het gewoon niet. Nee. Nee. Dat klopt echt niet, hoor. Nee. Oké, okay, wacht. Jongens, kunnen we heel even op mama stoppen? Ja. Want... film dit. Isa. Ja. Volgens mij, tenminste, jij hebt onderzoek gedaan naar dit. En jij hebt best wel... Sorry hoor. Geen probleem. Je hebt wel je onderzoek naar gedaan. En je hebt best wel gezegd van, hey, ze verdienen hier veel aan en zo. En nu blijkt dat toch niet zo te zijn. Ja, sorry. Ik dacht dat het gewoon voor alle YouTubers een beetje hetzelfde was. Jawel, maar het is wel zo. Het is al de vijfde, weet je, het is al de vijfde. Hoezo? Want we hebben van tevoren ook besproken, hè. Wat ik tegen jou ook zei. We hebben van tevoren juist gezegd dat we het niet te veel over geld willen hebben. Ja. Dus, en dan is het eerste onderwerp is geld. En het komt zo, omdat we juist niks verdienen. Dus er valt bij ons echt geen eer aan te behalen aan dit onderwerp. Want we verdienen er echt geen ruk aan. Maar als zij dit met jou hebben besproken... Dan vind ik het best wel raar dat dit weer op mijn kaartje staat. Ja, sorry. Alsof je sensatie wil halen en niet gewoon over echte dingen wil hebben. Nee, sorry love. Dat ja, je moet niet sorry tegen mij zeggen. Je moet sorry tegen hun gaan zeggen. Ja, maakt toch niet uit. Want het is iedere keer zo. Het is al de vijfde week, hè? Nee, maar... Ja. Ja, misschien kan je gewoon even je excuses aanbieden. Nou, we hebben net leuk met je praten. Nee, joh, je zou niet excuses. Jawel, dat mag je wel. Nee, het is niet, het is niet jouw schuld. Het is toch hartstikke kinderachtig. Nee, volgens mij niet. Heb ik ook niet met jou gebeld van tevoren, maar met een meneer. Ja. En daar heb ik ook duidelijk aan gemeld van we willen niet juist te veel het over geld hebben. Moet dus. Nefton dan niet excuses aanbieden? Ik ja, waar is dan Nefton? Dan de stagiair. Ja, maar ik vind wel dat je gewoon even... Ja, sorry. Ik heb het niet goed dan erin gezet. Dat is mijn fout. Dat maakt ons nu ook helemaal niet uit. Sorry. Echt niet. Dat maakt ons echt niet uit. Ja, ze trilt. Ja, iedereen trilt. Maar wat maakt het uit, jongens? We verdienen geen hol aan. Nou, prima toch? Ja, nou. Maar ik vind gewoon dat het goed moet gebeuren. Dat is gewoon het ding, snap je? Ja, het zal niet meer gebeuren, echt niet dan. Okay. Sorry, nogmaals. Cool. Maar waarmee gaan we dan beginnen? Want... Met drugs, laten we drugs uitproberen. Allemaal! Wat een bedremmeld sfeertje op iedereen. Kijk, dat is moeilijk, jongen. Ja, maar ja. Boeiend, tik maar. We gaan het gewoon opnieuw doen. We gaan het opnieuw doen. Pak het. Maar het was een prank! Oh, echt? Ja! Leuk, ja. Weet jij ervan? Nee, maar serieus, ging je toch best wel leuk op in, toch? Ja. Heel goed. Ja, ik was de enige die ik dacht, waarom blijft iedereen zo bedremmeld? Heerlijk. Ja, ik heb net 2 weken vakantie gehad, dus ik ben best wel relaxed opeens. Veel te relaxed ben je, heel lief. Ja, die arme stagiair ook. Maar wat was de prank precies dan? We gaan het heel lullig in. Nou, kijk hoe jij erop reageert als de stagiair zo hard wordt aangepakt. Oh, ik had het moeten weten. Weet jij dit goed mee, man? Ik had fucking BNL excuses aanbieden. We slaan niet op. Ik had zo verwacht dat je er eigenlijk in zou trappen. Dat je zo van de redactie staat ook zo. Ja. Good teamwork. Misschien moeten we ook een eigen kanaal hiervan... Nou, goed gedaan. Toen jij stopte was ik echt... Wat raar, jongen. Ik denk, wat is dit voor een moeilijk sfeertje opeens, joh. Okay. Vond je het niet kut? Dat je dacht van, oei, dat beginnen we niet lekker. Ik was niet degene die eronder moest leiden. Dus ik denk, hun hebben de moeilijkheden. Maar ook voor ons, zo komen wij er ook niet echt leuk in uit, natuurlijk. Nee. Op deze manier. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ik vond het nog wel meevallen. Maar ik heb 2 weken vakantie gehad, dus ik ben eigenlijk helemaal Eddie's, weet je wel. Ik vind het allemaal best. Maar ik ben wel blij dat je er een beetje in bent getrapt. Ik ben er volledig in getrapt. Heel goed. Ja. Oké, jongens, we gaan door naar het TikTok. Lul. Nou, daar zitten we dan in de biechtok. Zeker. En nu even serieus. Ja. jullie eerste video is eigenlijk meteen viral gegaan. Ja. Ja. Laten we even kijken. Maar hoezo Nederlanders gaan voor? Want... Dat is natuurlijk niet zo netjes. Wat is er? Wij waren in de veronderstelling dat zij al geholpen werd. Ja. Dat zij nog niet geholpen werd. Zo mooi dat er zoveel mensen toch er iets van zeggen. Eigenlijk overal werd er een beetje gepraat over de video waarbij jullie testen hoe sociaal de Nederlander nou eigenlijk is. En tijdens het voorlaat gaan van een moslima met een hoofddoek. Ik vraag me af, hè, want waar baseren jullie of inspireren jullie dit op? Of waar halen jullie deze verhalen van vandaan? Want ik ben bijvoorbeeld zelf, ik ben wit. En ik maak dat... ja, ik ben wit. En ik maak die dingen niet echt mee, letterlijk. Waar halen jullie dan die inspiratie vandaan?
Ja, er wordt een hoop gereageerd natuurlijk op onze video's. Uh-huh. En daarbij, niet bij de eerste. Niet bij de eerste nog, maar bij alle anderen natuurlijk inmiddels wel. Ja. En ook toch wel uit het dagelijks leven, dat we toch wel dingen meekrijgen vanuit het nieuws of vanuit andere mensen. Dat je denkt van, oh ja, dat is wel wat om een keer iets over te maken. Kan je daar een voorbeeld van geven? We hebben een keer, dat hebben we samen toen gezien. Hè? Toevallig wel, ja. In Arnhem, toen was een vrouw, die was haar vriend, was ze nogal tegen de ruit aan het duwen. Mm. Een beetje omgekeerde wereld bijna. Ja. En we zagen dat, toen dachten we van, oh, dat is best wel interessant om eens wat mee te gaan doen. Wat nou als inderdaad, we hadden al een keer getest hoe het is als een man een vrouw aanvalt, zeg maar. Mm-hmm. Of intimideert. Maar wat nou als het andersom is? Hoe wordt er dan op gereageerd? En dat hebben we vervolgens ook echt gedaan. Ja. Okay. Dat jij Jasmine pakte er hard aan. Intimideerde. Ja. Deze versies zijn best wel soms extreem eigenlijk. Vinden jullie dan niet dat die reacties soms te voorspellen zijn? Dat vind ik wel een lastige. Nou ja, in het algemeen wel. Kijk, je weet wel of iemand heel erg fel reageert of niet. En iets wat er zeg maar nog tussen zit. Het ligt een beetje aan wat je doet, denk ik ook. Als je iets heel heftigs doet. Ik ging na een tijdje, had ik een date met een 11-jarig meisje. Ja. Ja, dan weet je wel van dit gaat reacties opleveren. Ja. Maar als het iets best wel softs is. Ja. Dat wij bijvoorbeeld een blikje expres op straat gooien. Dan weet je dus niet precies wat er gebeurt. Dus het heeft een beetje ermee te maken wat je precies doet, denk ik. Ja. En wat proberen jullie eigenlijk aan te tonen door dit soort filmpjes te maken? We proberen niks aan te tonen. We worden heel vaak in de linkercel gezet of de rechtercel gezet. Mm-hmm. Ja. Maar wij zijn tot. Als in linkercel, wat de rechtercel? Nou, links en rechts politiek. Ja. En ik denk dat wij van beide wel wat in ons hebben. Mm-hmm. Maar we worden dan weer als rechts afgezet en dan weer als links afgezet. Maar wij doen gewoon experimenten omdat we het interessant vinden hoe mensen op sociaal vlak reageren. Mm-hmm. En that's it. Nou, dus het doel is gewoon echt kijken hoe mensen reageren. Ja. Ja. En dat gewoon op beeld laten zien. En het is niet zo dat er met zo'n filmpje juist een oplossing voor iets zou willen creëren? Of het, is het is leuk als bijvoorbeeld een minderheid of als mensen asociaal gedrag meemaken, wat echt gewoon niet kan, mm-hmm. dat mensen toch denken van, ik ga er wat van zeggen. Of ik ga er wat, bijvoorbeeld als er een vechtpartij is zaterdagnacht, van dan kun je toekijken. Je kunt er toch even ingrijpen. Misschien red je wel een leven. Ja, dat zou tof zijn als mensen dat ergens in hun achterhoofd zouden houden. Ja, of dat er over dingen wordt gepraat. Zoals natuurlijk met het experiment wat we deden met het keppeltje op in Utrecht. Mm-hmm. Kijken hoe mensen daarmee omgingen. Ja. Nou, daar werd ik meerdere keren uitgescholden. Ja, dan is het wel heel. Door mij? Niet door jou. Ja, door jou altijd ook. Ja. Maar, maar er werd ook best wel heftig op gereageerd. En als je dan ziet dat het zelfs de politiek daar weer op reageert. Mm-hmm. En dat er zelfs een demonstratie dan plaatsvindt. Kijk, dat is niet het doel als we het maken, maar het is wel heel mooi dat het eruit komt. Is dat heel fijn. Zeker. Ja. Ja. En hoe moeilijk is het nou voor jullie om elke keer zo'n thema te bedenken of zo'n experiment te bedenken? Ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Soms weten we, dat keppeltje wist wel jaren dat we dat wilden gaan doen. Maar na een tijdje moet het tijd er rijp voor zijn. Of dan denk je, dit is actueel. Dat was bij die trouwens helemaal niet. Nee. Bij de boerka bijvoorbeeld, een van de laatste video's, dan weet je van dat gaat ingevoerd worden. Daar kun je op de actualiteit mee liften. Want dan zul je zien van daar gaat naar gekeken worden. Mm-hmm. En dat vinden mensen interessant. En ik vond het zelf ook heel interessant van gebeurt er nou wat of gebeurt er nou niet wat? En wordt er wetgeving nou nageleefd? Het is bijzondere wetgeving, maar het is ook bijzonder hoe wij de video gaat maken. Gaat er daadwerkelijk zo'n burgerarrest plaatsvinden of juist niet? Ja. Ja, dat snap ik wel. Hey, jullie hebben ook jullie hebben een onderwerp gemaakt, een video gemaakt met het onderwerp burkaverbod. En laten we even kijken. Sorry, kan ik wat vragen? Sorry mevrouw, mag ik wat vragen? U heeft een burka aan, toch? Ja. Dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Ik wacht hier alleen even op iemand. Ja, prima. Vind ik ook helemaal niet erg. Maar doe dat dan even ergens anders, want dit mag niet. Dit is verboden. Ja? Het lijkt me wel pittig, man, om elke keer die rol aan te nemen. Het is leuk, hoor. Vind je het leuk? Ja, het is heel leuk. Ja, je bent even helemaal uit je comfortzone natuurlijk. Dus en je mag echt even een lul zijn. Normaal gesproken zou je het natuurlijk nooit in je hoofd halen om zoiets te doen. Ja. Dus het is ergens wel heel lekker. Het is super ongemakkelijk. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk en uitdagend. Ja. En als je later zegt van het is niet echt, dan vinden mensen dat ook wel weer prettig. En dan zien ze opeens van het is best wel een normale kerel. In plaats van dat ik een pedo-afspraak heb met een 11-jarig meisje. Ja. Nou, dat doe je normaal toch ook? Alleen in de weekenden. Oh, okay. Hey, je zei al dat het soms wordt opgenomen door de politiek. Ja. Maar dit filmpje is ook opgenomen door Geen Stijl. Ja. En, heeft overigens helemaal geen nieuwswaarde gehad. Wat echt heel raar is, vind ik.
Niemand heeft het opgepakt verder. Niemand. Van het boek ervoor? Ja. Ja, ik denk dat heel veel media ook gewoon heel bang zijn of zo om het, dat om daar het reacties te delen. Ja, dat er reacties op komen. Of de media is heel erg links. Of ze denken van, het zijn YouTubers, dus die hebben geen verstand van zaken. Of het ligt nog echt net iets te gevoelig. Ja, maar na een tijdje, binnen 2 weken waren er al reacties van dat een buschauffeur niet doorreed omdat hij een moslima met een boek aan je zit. Nou, het AD heeft bijvoorbeeld zelfs echt gezegd ook van, het ligt gewoon te gevoelig. Ja. Dus die wilde het niet delen. Ik vond het een hele goede video, maar we gaan het niet delen. Heel raar, want je ziet echt in de praktijk hoe het gebeurt. Dat vond ik al een beetje jammer, dus ik hoop dat mensen daarvan leren, van deze woede. Ja, dat hoop ik ook. Maar hoe vinden jullie dan wat vinden jullie van dat Geen Stijl het zo simpel neerzet? Goed. Het is ook simpel eigenlijk. Het is maar moeilijk wil maken, denk ik. Ik vond het een goed artikel. Wij kwamen er niet lullig in uit. En ze geven er tenminste aandacht aan. Ze nemen ons serieus. En dat vind ik wel een beetje. Na deze video vond ik dat wel heel, heel erg tegenvallen. Het is wel heel goed bekeken, gelukkig. Maar niet dat enige niet media de aandacht aan besteedt, helemaal niet. Terwijl ik zou echt denken van überhaupt al dat je zo'n situatie al in beeld even ziet. Dat is toch al super interessant, helemaal. Als het net zo'n wet wordt ingevoerd. En het gegeven ook. Wat? Ik lachte omdat ik niet uit mijn woorden kwam. Dat is toch leuk, hè? Het is een tweede experiment zeker. Wauw, weer. Hoe kom je uit je woorden? Ja. Wow, okay. Ja, en het gegeven dat er blijkbaar ook officiële instanties zijn die toch niet meegaan in dat voorstel, in dat wetsvoorstel. Ja, dat is ook interessant. Ja. En dat heeft ergens ook iets heel, heel liefs en iets zo raars. Zijn er ook onderwerpen die jullie mijden, waarvan jullie denken, hier ga ik echt niet aan beginnen? Omdat eigenlijk het te niet gevoelig ligt of iets? Nee. Ja, noem eens iets waarvan je denkt van, dat zouden jullie moeten doen, maar dat hebben jullie nog niet gedaan. Misschien in het buitenland, bij een oorlogsgebied. In Irak gaan wij een experiment. Een Gaza-strook gaan we. Heerlijk, ja. Nee, ja, weet je, wij durven best wel veel. We hebben inmiddels ook al wel veel gedaan. Dus ik heb niet het idee dat wij zoiets hebben van, dit gaan we echt absoluut niet doen. Nou, je moet geen geweld. Ik denk dat er heel veel situaties zijn, maar dat komt niet in ons genre, denk ik, of zo. Je gaat niet iemand in elkaar lopen mappen, kijken of wat gebeurt. Ja. Dat is een beetje makkelijk of zo. Hebben jullie zelf wel eens iets met geweld meegemaakt? Tijdens jullie opnames? Tijdens onze opnames? Ja, of als jullie zo'n sociaal experiment. Ja, jij bent een paar keer in elkaar geramd, hè? Toen ik wegrende. Nee, een paar keer. Ik ben 1 keer tegen een bushokje geduwd. Maar ja, dat is een duwtje. Dat kun je wel hebben. Ja. Voor de rest eigenlijk niet echt extreme. Nee, mensen die heel dichtbij komen staan. Ja. Maar dat is het dan. Ja, 1 ding, dat is wel leuk om te vermelden. Jij bent ooit met de dood bedreigd. Met een pistool. Dat is heel leuk om te vermelden. Oh ja, die wilde niet. Maar dat was gewoon een omstander. Die was eigenlijk helemaal niet. Daar stond de camera ook helemaal niet gericht op. Maar er was een jongen die was heel erg kwaad. Was in Almere en die zei van ik schiet je met mijn 9 mm neer. Bij de politie zei hij dat ook. Er kwamen 6 politie. Oké, maar wacht, we moeten even beginnen bij begin. Want hij had door dat wij aan het filmen waren. Ja. Dus hij zei van, ik schiet je neer en of ik wil je SD-kaartje waar alle materiaal op staat. Ik zei, dan gaan we naar de politie, want ik ga dat absoluut niet aan je geven. Maar hij maakte het niks uit, want hij zei, ik heb ook al een enkel band, dus wat kan mij het schelen? Ja, wat kan mij het schelen? Ik zeg, ik heb ook een enkel band. Dus toen zijn jullie naar de politie gegaan? Ze zijn naar de politie gegaan en zelfs daar begon hij weer mij te bedreigen. Het was een heel gezellig sfeertje. Wil die SD-kaart? Ja, dan schiet ik je neer met een 9 mm. Ja, dat schijnt een pistool te zijn. Nee. Ja? Nee. Oh, shit. Ja, dat is een pistool. Ik had een heel klein mini-SD-kaartje. Maar word je daar niet bang van of zo? Een micro-SD-kaartje. Ben je daar niet bang van? Nee, helemaal niet. Nee. Ik vond hem wel intimiderend, maar ik denk, als hij mij voor de politie gaat neerschieten, dat lijkt me toch niet. Dat was wel vette scène geweest. Hè? Maar zijn er niet mensen die ook denken dat jullie echt zulke... Alleen op Tinder. Alleen op Tinder. Op Tinder? Ja, hij wordt altijd herkend op Tinder. Ik word wat minder herkend altijd. Dat is super irritant. Ja, ik weet niet wat het is, maar... Maar wat zegt ze dan op Tinder? Want je zit dus blijkbaar al op Tinder, dat is al een ding. Ben je op Tinder? Ja. Dan herkennen ze je van het programma. Dat vind ik altijd een beetje irritant. Dan hebben ze al een indruk van je, weet je wel. Niks, meteen wat een lul. Ja, wat een lul, wat een aanzo. Krijg je dat dan ook als eerste DM binnen, wat een lul? Nee, dat nog niet. Maar het blijkt dan vaak wel dat ze al gewoon een mening over je hebben. Dat is een beetje irritant. Ja. Dat snap ik wel. Hey, we hebben ook gehoord dat jullie de komende tijd iets meer gaan richten op de entertainmentkant van YouTube. Oh ja. En, van wie heb je dat gehoord? Van Albert Verlinde? Ik heb het van Albert Verlinde. In de wandelgangen. Oké. Van de stagiair. Oh, wow. Die fijne stagiair, die stond te trillen. Heeft hij alles doorgeluld met die audio-opnames? Ja. Maar jullie doen dat ook met video's van hashtag kunnen jullie. Ja.
Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. En met vandaag de allereerste uitdaging op ons kanaal. Want ja. Vanaf nu doen we ook uitdagingen. Ja, en de vraag is altijd, kunnen jullie, en vandaag is de vraag, kunnen jullie jezelf als pop neerzetten in hier achter ons Madame Tussauds? Ja, hoe gaan we... Willen jullie meer die kant op gaan? Veel meer. Ja? Ja. En waarom? Omdat we dan meer onszelf kunnen zijn. Oké, okay. Jullie zijn een beetje, jullie willen een beetje afstappen van dat hufter imago. Ja, we willen daarmee bezig gaan nog steeds, omdat we het ergens heel erg leuk vinden. Mm-hmm. Maar we willen het niet alleen maar doen, want anders ben je alleen maar een eikel je hele leven. En ja, en dat is het vaak natuurlijk in de video's, dat je gewoon 80% van de video ben je gewoon een lul. Ja. En 20% ben je misschien een beetje jezelf. Maar ja, je wil gewoon toch ook iets meer van jezelf laten zien ofzo. Jij noemde hem net bijvoorbeeld Jaap. Ja, dat was ook echt Dat hoorde erbij. Dat vond je niet goed gespeeld. Nee, het is serieus vaak zo dat mensen zeggen... die gast van StukTV of dat zijn die jongens van Gierige Gasten. Ja. Wij zijn de fucking bondgenoten Jaap Gunning en Benjamin Beerning. Zo, hé. En dat wordt nooit... Dat is serieus. Frustratie. Is het wel aparte, inderdaad. Als je echt heel vaak bekeken bent. Ja. Mensen hebben echt geen idee wie wij zijn. Nee, ze kijken gewoon het filmpje. Ja. Ja. Maar... Dus dat willen we een beetje veranderen. Dat het wat persoonlijker wordt en wat en ik word toch wel wat gezelliger. Ook. Gezellig. Maar leuk. Koffietijd. Is het niet wel belangrijk om die maatschappelijke dingen en dat nog wel steeds te blijven Zeker, doen? Zeker, maar dat blijven we ook gewoon doen. Ja, dat blijven absoluut. Ook sociale experimenten doen. Ook de maatschappelijke, ook de ongemakkelijke shit. Het is gewoon een soort mix. Maar ook nieuwe dingen. Ja. En niet alleen maar dat asociale. Ja. Jullie willen gewoon een beetje van beide. Ja. Ja. Oké. En jij, wil je ook een beetje van beide? Ik wil altijd een beetje van beide. Ah, lief, snap ik wel. Jullie werken al een aantal jaar nu intensief samen. Ja. En nou komt het hoor. Ja. Oh. Je bent, heb ik gezien, best wel goed in imitaties. Thanks. Yo, 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 Marshalls, let's go. Wil jij je eigen, gepersonaliseerde videoboodschap ontvangen? Gericht aan jou, yeah. Wat je moet doen is gewoon even mailen naar sjorsbekendvantv@gmail.com. Yeah! Oké, dit was rapper Sjors. Ja. Zou je ook een imitatie kunnen doen voor mij van Benjamin? Ja, live. Ik word wel gevraagd om feestjes te imiteren. Dat vind ik heel ongemakkelijk. Ja, dat snap ik. Daarom doe ik het nu ook. Ah, dat, oh ja, okay. Kun je mij überhaupt imiteren? Ja, dat kan ik wel. Ja, kun je? Oh. Nou, hij is wel erg bang voor insecten. Hij is bijna overal bang voor overal. Gaat hij dit melden? Kom ik er lekker uit. En het zijn niet alleen ratten of zo, maar het zijn ook wespen en zo. Dan is het meteen, gaat hij daarin? Dus komt hij niet heel mannelijk in uit. Nee. Normaal is hij heel mannelijk. Zo. Oh, dat brengt het ook. Ik betaal wel een nieuwe. Dat was afgevallen. Dat was YouTube geld. Oh. Ja. Maar nou, dat was de imitatie. Ja, dat is zo mannelijk is hij af en toe bij ongedierte. Ja. Ja. Verder is hij heel cool hoor. Oh ja, toch. Heel stoer. Dankjewel. Jij ook, ja. Thanks. Heel cool. Maar bij wespen en zo, we zijn een keer samen op vakantie geweest. Dat was echt de helft van vakantie gillen en zo, hè? Ja. Oké. Kan je mij ook imiteren? Kan je ook in je beschrijving bij Tinder kan het er nu bij. Ja, precies. Ja. Dankjewel, ja. Een klein hartje. Hé, jullie hebben het overleefd. Ja, goed zo. Yes. Thanks. Het is weinig over seks gegaan, gelukkig. Ja. Ja. Doe nog even één seksvraag. Was dat ook om mij bang te maken van tevoren? Het gaat steeds over seks. Oké, één seksvraag, dat is de laatste, ja. Aan Benjamin, ja. Oké, hoeveel seks hebben jullie al gehad, seksdates hebben jullie al gehad via Tinder? Oh. Ja, je bent echt nog niet uitgeteld, denk ik. Nee. Ik volgens mij twee. Jij twee? Twee, ja. One-night stands was het? Ja. En jij? We zijn door de tijd heen, zie je. Nee. Nee. Kom op, zit snel. Zit in een biecht, ook. Weet ik niet. Jawel, weet ik niet. Boven de 10. Ik zeg niks. Boven de 10. Ik zeg niks. Boven de 10. Leuk programma. We moeten afronden, jongens. Boven de 10. Ja. Afronden. Ja. Niks zeg eens toezeggen. Niks zeg eens toezeggen. Hey, tof dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Like ons, abonneer en volg ons op Instagram. En ik zie jullie bij de volgende show. Ja. Maak de camera.